Hallo, leuk dat je kijkt naar de auditie Werk aan de Hand van mij, samen met mijn 15-jarige Friese ruin Jitse. Nou, de hold is voor Jitse heel lastig, want ik wil dat hij verbinding houdt van neus tot staart en dat hij echt met een halve ophouding gaat zitten. Nou, we werken daar elke dag aan, dat gaat ook steeds beter. Hier zie je bijvoorbeeld weer een ander moment en ook vanaf de andere kant. Het zitten, dat gaat wel. Het stretchen is voor hem wat lastiger. Zeker als er ook nog dazen in de buurt zitten. Na het maken van de halve ophouding is het de bedoeling dat hij ook weer terug naar de hand stretcht. Het begin was niet makkelijk. Hoofd in de lucht, stuwen, duwen. Maar uiteindelijk komen we er wel. Nou, bij de volte moet hij na mijn hand toe stretchen vanuit de schoft. En daar loslaten. Loslaten, verbinding houden. Niet op de voorhand duiken. Mooi in verbinding om mij heen lopen. Heel mooi. Ja, daar komt hij. Beter. Nou, dat doen we ook in drap uiteraard. Dat is heel knap van hem. Dat vind ik heel mooi om te zien dit. Dan gaan we rechtsom. Ook hier weer dat stukje verbinding zoeken. Ja, schof loslaten. Prima. Dat is wat ik zoek. Stukje naar mijn hand toe. Daar. Dan drukt hij zich weer een beetje op. Daar komt hij weer. Draf heeft hij er blijkbaar minder moeite mee. Nou, het is een hele droge periode en ook met veel dazen. Dus daar moeten we wel een beetje doorheen. Vandaar dat je Jitse ook wel wat vaker de dazen van zich af ziet sweepen. Schouder binnenwaarts lopen we op 3 sporen. En ook hier zie je Jitse met veel zelfhouding op 3 sporen lopen. Ja, daar komt hij in draf. Heel mooi. Deze kant is een goede kant. Daar krijg ik eigenlijk altijd wel een hele mooie schouw binnenwaarts uit. Zowel in stap als zometeen in draf. Traver lopen we op 4 sporen. Dit is toch vrij kort in zijn lichaam. Heeft ook niet extreem lange benen. Dus een traver op 4 sporen, dat vergt echt wel iets van ons. Echt een maximale buiging hebben we daar nodig. Ja, daarom zie je dat hij af en toe van 3 naar 4, maar hij houdt het hier toch heel goed vol. Ook hier moet ik hem wel even ondersteunen om voldoende in te buigen. Nu in draf ook. Je ziet dat hij het best lastig vindt, maar ook wel makkelijk er doorheen loopt als je eenmaal zijn positie heeft gevonden.
Met Ranver zie je, ja, hij komt nu naar ons toe natuurlijk. Dus dan kun je zien dat die holling, dat echt moeilijk voor hem is. Om hol te blijven in die rechte schouder. En dat is echt ons werkpuntje daar. En die rechter schouder heeft aan deze kant ook gewicht. Alleen zie je dat niet natuurlijk in de holling. Maar dat is meer dat hij daar niet te veel gewicht in moet krijgen. Om toch mooi door die ranver heen te kunnen lopen. Ja, goed zo. Het appiëment is het moeilijkste puzzelstukje voor ons. Het gaat met name om mijn eigen coördinatie. Ik kan hem vanuit de grondwerkpositie veel beter controleren. Ik kan veel beter mijn aanwijzingen geven. Dus dat is echt een handigheidje van mij. En dat komt eigenlijk ook omdat ik echt alle benen in de gaten moet houden. Zoals je ziet heeft hij echt een wiebel gehad. Dat betekent dat hij een soort van waggelt, als je je dat kan voorstellen. En dat het veel moeilijker is om die benen er echt goed onder te krijgen. Dus wat ik doe, is hem eerst in de grondwerkpositie de juiste hulpen geven. Dat hij beide achterbenen naar voren brengt. En niet opzij, maar naar voren. Ja, hier zag je net eventjes opzij, maar nu komt hij weer goed naar voren. Met voldoende stelling en buiging en dat de schouder hol is. Dus zowel de schouders spelen een hele belangrijke rol, als ook die achterbenen. Die moeten echt naar voren grijpen. Ja, gewicht opnemen. Dan heb ik ook nog eens de eigenschap om af en toe terug te werken met mijn rechterhand. Dus ook daar moet ik heel goed op letten. En ook hier zie je weer dat ik hem in draf ga opzetten. Zodanig dat hij weet wat de bedoeling is. En ik hem ook in de handwerkpositie goed kan begeleiden. Zie je ook weer de grondwerkpositie. Dan heb ik hem ook aan de middelste ring van de kapton. En in handwerkpositie heb ik hem op twee teugels. Nou, we hebben hier heel erg hard op geoefend. Samen met Greetje hebben we dit stuk nog eens een keer bekeken en nog eens een keer geoefend. Zijn appiëment is daardoor een stuk beter geworden. Ik heb ook beter begrepen wat de bedoeling is en wat al die beentjes doen. Het is echt wel een stukje waar we nog verder in willen doortrainen. Maar hij wordt ook echt iedere keer weer beter. Dat is mooi. Kan er mooi doorheen lopen. Zo, even time-out. Maar het is vrij zwaar om alle oefeningen voor de auditie achter elkaar te doen. Vandaar dat we de galop apart hebben opgenomen. Nou, Fries verzameld laten galopperen, dat vergt echt wel iets van hem. En ik vind dat hij toch heel netjes op een redelijk kleine volte bij me kan blijven. Dus dit is echt wel een mooi stukje. Dan gaan we ook verzamelen op de achterbenen, het begin van de pirouette. Hij vindt het leuk om te doen en hij kan er alleen maar sterker van worden. Maar buiten de galoppirouette is de piaf heel belangrijk. We gaan hem sterker maken in de achterbenen. We gaan hem leren de rug te gebruiken in plaats van weg te drukken. Dus hier krijg je nog meer ruggebruik van. En het moet ook in een ontspanning zijn.
Nou, dan hebben we alle onderdelen van de auditie gehad. We hebben er heel hard voor gewerkt. Maar wat je nooit mag vergeten is, buiten het harde werken en het serieus bezig zijn, is dat je ook moet spelen met je paard. Dat het leuk moet zijn. Dat je gewoon plezier hebt om samen dingen te doen. Op de videobeelden van mij zie je mij ook lachen. En dat is ook de bedoeling, want ik heb er plezier in, maar mijn paard moet er ook plezier in hebben. Dat is waar het om draait. Het draait om de relatie, om de connectie. Dat je samen goed bezig bent. Dat je elkaar helpt te ontwikkelen. Dat je elkaar respecteert en waardeert en liefhebt. Dankjewel.